Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dat er weinig bewolking is boven Nederland. Alleen het noordwesten en het noorden hebben te maken met wolkenvelden. Dat is dan ook het weerbeeld voor vanochtend: veel zonneschijn, maar vooral in het noordwesten wat dikkere bewolking. De temperatuur loopt lekker op, er staat weinig wind. En vanmiddag wordt het dan in het zuidoosten van het land zomerswarm: meer dan 25 graden. Maar voor een groot deel van het land geldt dat het denk ik prima zomerweer is, met flinke zonnige perioden en slechts enkele wolken die hier en daar langs trekken. Vanavond in het zuidwesten en westen misschien een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog, en zeker in het binnenland is het ook nog aangenaam warm. Later in de avond en in de nacht neemt de kans op stevig onweer wel toe, vooral in het zuidwesten, westen en noorden van het land. Ook morgen vooral de westelijke helft van het land kans op regen en onweer. In het oosten wordt het opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Maandag verwacht ik de zwaarste buien in het oosten van het land. Daar kan de temperatuur misschien nog flink oplopen. In het westen is het een grijze regendag. Dinsdag en woensdag buien en dan slechts 18 graden. Dus een forse afkoeling. Oftewel, vandaag nog even echt genieten. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.